beginnen met het bezettingsoverzicht. We hebben vorig jaar een bezettingsoverzicht uitgeleverd om jullie makkelijk en snel inzicht te geven in de aan- en afwezigheid van medewerkers. Daar zijn we dit jaar er verder mee gegaan. Aan de hand van de wensen die jullie ingestuurd hebben, ook hier heb ik weer een drie-eenheid gemaakt, hebben wij ten eerste het bezettingsoverzicht toegevoegd op basis van een afdeling. Wat je zometeen kan doen, is op een bepaalde pagina kun jij een onderdeel toe gaan voegen, het bezettingsoverzicht. En deze kun je een parameter mee gaan geven, namelijk de parameter organisatorische eenheid. Wanneer je dit doet, wordt op die pagina de bezetting getoond van een bepaalde afdeling. Nou, dit is gaaf om bijvoorbeeld 10 pagina's mee te maken. Ik ga jullie zo meteen een voorbeeld laten zien. Daarnaast hebben we een bezettingsoverzicht toegevoegd over jouw hele bedrijf heen. En hoe dit eruit gaat zien, dat is namelijk een pagina waar je naartoe gaat. En dan krijg je een vooringavescherm voor je kiezen. Nou, in dat vooringavescherm kun je gaan zoeken op een medewerker of op een afdeling. Om vervolgens de bezetting van die persoon of die afdeling direct te tonen. Nou, dat is toch lekker wanneer jij een belletje krijgt en je moet even kijken of iemand aanwezig is. Of je even snel naar die pagina toe kan gaan om te kijken of die op zijn plek zit. Ik ga jullie even laten zien hoe dat eruit ziet. Ben ik te zien? Ik ben te zien. Ik heb hier de knop bezettingsoverzicht toegevoegd. Nou, wat je hier ziet is een klein stukje uitleg. En hier in het midden zie je het bezettingsoverzicht waar ik kan gaan zoeken. Ik kan hier gaan zoeken op een medewerker of op een afdeling. En ik kan eventueel een begin- en een einddatum invoeren waarvan ik de bezetting wil tonen. Om het even makkelijk te maken gaan we nu even zoeken op een afdeling, namelijk die ICT-afdeling. Ik druk op tab, krijg meteen voor die specifieke afdeling krijg ik de bezetting te zien. Lekker makkelijk en snel voor één bepaalde afdeling. Voor het persoonlijke bezettingsoverzicht, en dit is het bezettingsoverzicht wat jullie ook zien wanneer je bijvoorbeeld een verlofaanvraag doet. Deze kun je nu overigens overal toe gaan voegen in je Insight, die dan de bezetting toont op basis van de ingelogde gebruiker. Wat we daaraan hebben toegevoegd, is dat je vanaf nu ook de onderliggende laag ziet. Hè, voorheen was het zo, jij als manager bijvoorbeeld, zag altijd de mensen die op dezelfde laag als jij zaten, met dezelfde leidinggevende. Nou, het leek ons, en vooral jullie, relevant om de onderliggende laag toe te voegen, zodat wanneer de manager zijn verlofaanvraag in gaat dienen, hij ook de bezetting van zijn eigen team kan zien. Een paar mooie kleine aanpassingen in het bezettingsoverzicht.